Sigeline Burleson, ambassadeur van Suriname bij het Koninkrijk van België en de Europese Unie, is officieel toegelaten tot het comité der ambassadeurs van de African Caribbean and Pacific Group of Countries, ACP. Suriname had vanaf 2016 geen ambassadeur in België. De ambassadeur heeft verder benadrukt dat het belangrijk is dat de ACP-landen ook hun eigen intra-regionale instituten versterken om Zuid-Zuid samenwerking en intra-regionale handel te stimuleren. Burleson noemde enkele uitdagingen van de ACP-landen zoals de noodzaak voor economische diversificatie en waardetoevoeging door modern onderwijs en innovatie, zodat vooral jongeren goede arbeidsplekken en bloeiende bedrijven kunnen opzetten. De toelating van ambassadeur Burleson tot het comité der ambassadeurs van de ACP vond plaats op donderdag 15 november. De ACP is de organisatie van 79 Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen die voorheen koloniën waren van West-Europese landen. Deze landen onderhandelen om de 5 jaar met de Europese Unie als hun belangrijkste ontwikkelingspartner over preferentiële toegang van goederen en diensten tot de Europese markt.